kan sowieso op mijn werk, of ik het echt leuk vind. Een hele lieve schat, die is me. Staat dat meisje echt zo'n heel lief, mooi Marokkaans meisje, staat zo voor de deur. Jongen, het is gewoon heet. Ruben, kijk naar de kleding van Il. Dit zou je mij zeg maar heel vaak zien dragen. Ook gewoon nog een brief. Dat vind ik altijd een beetje eng. Kom ik thuis stellen die jij weer grappen met hem kunnen maken en met hem kunnen lachen. Hey, klinkt het toch niet? Ik kom in mijn eentje dan wel. In je eentje? Ruben, ik wil een hele goede deal maken. Hele interessante deal. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb iets erg geprobeerd om mijn wallen weg te werken, zie ik. Oh jongens, ken je dat je zo moe bent dat je ogen echt helemaal branden? Ik ben erg moe voor de maandag, dat is een beetje jammer. Maar het komt helemaal goed. Ik zit hier met koffie, met sojamelk. Ik ga zo een shake maken. Er is ook echt geen eten in huis, maar anders zou ik normaal op zondag denken, oh, ik moet nu zo naar de supermarkt om eten te halen. En nu dacht ik, nou, ik heb gewoon repen en shakes, dus ja. En ik had een avocado in mijn tas gedaan, dus misschien eet ik nog een avocado. Dat voelt heel erg. Ik was de weekvlog van Lotte aan het kijken, want ik merk als ik iemand echt heb ontmoet en beter weer kennen en het klikt en zo, dat ik dan ook behoefte heb om iemand weekvlog te kijken. Want ik heb nu heel veel met Lotte en we praten over heel veel en dan vind ik het altijd heel fijn om ook een beetje van iemands leven op de hoogte te zijn in de weekvlog. Ik weet dat mijn vriendinnen bijvoorbeeld, ik heb ook vriendinnen die juist helemaal nooit mijn weekvlogs kijken en die het wel doen, vriendinnen buiten YouTube om. En ik heb altijd iets van, ik zou echt een weekvlog van iemand kijken, want ik vind het heel chill om zo... Tuurlijk, je moet ook je vrienden zelf spreken, maar ook door die weekvlogs krijg je toch echt een kijkje in hun week en kan je ook weer beter verdiepen in ze en weet je meer van ze. En het is een manier van interesse tonen, maar ik vind het ook oprecht. Ik heb die interesse ook echt, ik vind dat echt heel erg leuk. En ik merk dat ik eerst alleen Christina en Rebecca echt vastkeek. Omdat ik hen echt ken. En dan weet je, ja, als je elkaar ziet, dan weet je ook gewoon als je ergens over praat van, oh ja, dat weet ik uit je vlog. En ik vond dat merkelijk dat heel erg fijn was aan Lotte toen ik met haar kletste in de auto. Dat zij gewoon heel veel wist door mijn vlogs. En dat vind ik zoiets leuks. En nu heb ik Lotte weer leren kennen. Dus dan wil ik haar vlogs ook echt zien. Zodat als ik haar spreek, ik ook meer weet. Snap je wat ik bedoel? Dus die vlog komt erbij. Die kijk ik nu ook 's ochtends. En het is echt super schattig. Met Lilo, de pup en Bully. En ik zit nu op 15 minuten. Maar ik moet nu stoppen. Dus welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga weer naar werk. En ik heb net even snel 2 orders gemaakt. Want die waren vrijdag na 5 of zo binnengekomen. Dus die had Ruben niet meer kunnen brengen. Maar ja, anders heb je vrijdag besteld. En als ik het pas vanmiddag maak, kan het pas dinsdag gepost worden. Dus pas woensdag in huis. Dus dat vind ik dan wel weer een beetje laat. Dus die had ik eigenlijk het weekend moeten maken. Maar dat had ik niet gedaan. Dus dat heb ik nu gedaan. Dus welkom bij een nieuwe weekvlog. Oké, dit is wat ik aan heb. Nog even trouwens over in het scherm kijken waar mensen gaan ergeren. Ik probeer echt vaker hierin te kijken. Maar zoals je misschien wel opvalt in mijn vlogs, is het zo vaak niet scherp. Dus ik moet gewoon heel vaak in mijn scherm kijken om te checken of het überhaupt scherp is. En natuurlijk kijk ik ook van oké, hoe zie ik eruit? Kan ik dit gebruiken? En nu bijvoorbeeld, hoe zien mijn kleren eruit? Wat ik laat zien. Ja, ik hou hier denk ik niet zo van. Ik heb dus iets tegen zwart. Ik kan niet tegen zwart en rood en dan zwart met blauw. Maar ik denk dat dit wel kan omdat het denim is. Even kijken. Het kan sowieso op mijn werk, of ik het echt leuk vind. Ja, ik heb er dan wel een rokje onder. Maar zo of zo vind ik een outfit leuker. Maar voor mijn werk is dit wel prima. Kijk, op deze manier kan ik nog dit soort dingen dragen die ik in de zomer draag. En dan doe ik er wel een rokje onder. Maar ik vraag me of het dan toch een beetje pikant lijkt of zo. Nee. Het is zo zwart. Eeuw, dan lijkt het Zwarte Piet of zo. Ja, ik weet niet of ik het mooi vind. Nee, ik vind het eigenlijk best wel lelijk. Omdat de panty en die schoenen zo zwart zijn samen. Ik vind het dus niet mooi. En nu kan ik dus veranderen, terwijl het gewoon prima is voor mijn werk. Dus nu is het de keuze, wil je het veranderen en later zijn? Of... Nee, ik vind het niet zo leuk. Oké, toch maar deze aangenaam. Ik ben niet heel erg vroeg, maar ik had alles al klaar. Ik moet alleen even de doelen op het bord schrijven. Zo gaat dat door. Zo, ik ben nog een beetje aan het struggelen met het bord. Want ik vind het er nog niet echt netjes uitzien. Ik moet nog goede pictogrammen en zo. Maar het is veel meer werk om alle doelen op te schrijven dan vorig jaar. Want je hebt veel meer doelen. Ik moet ook nog een vreedzame schooldoel erbij gaan schrijven. Maar dit is het voor nu. Zo, het is al 6:30. En ik ben hier bezig met allemaal dingen voor op het whiteboard. Dus voor alle vakken en zo.
En weet je nog dat ik voor de vakantie iemand uit mijn klas had om me te helpen? Een hele lieve schat. Die is me nu ook weer aan het helpen. Die heb ik even van de BSO opgepikt. Dan kan ik weer even kletsen hoe het nu met haar gaat. En kunnen we ondertussen samen lekker dit doen. Oké, het is nu wel 6 uur. En dan denk je van, dit is niet heel belangrijk. Maar dit zijn wel dingen die gewoon nodig zijn. Ik had wel van dit soort kaartjes. Maar die had ik bij de kleuter van het rare plaatjes. En dat is gewoon toch te klein en onoverzichtelijk. En nu kunnen ze lezen. En het ziet er leuk uit. En het is natuurlijk allemaal vet lang over gedaan om die vakjes leuke kleurtjes te geven. Maar hier zie je dan gewoon duidelijk de planning. Ik had eigenlijk alleen nog even naar huis, wil ik eigenlijk. Dus die ga ik er nog even bij maken. Maar het is niet heel belangrijk. En dan hoef ik dus alleen maar steeds de dag te veranderen. En dat ligt dan gewoon hier. Dat is wel handig. Dat gebruik ik toch niet. Dat is gewoon handig. Het zijn van die dingen dat je denkt, ik dacht ik ga het wel opschrijven, maar het ziet er gewoon niet overzichtelijk uit. En dan wil ik het ook nog dubbel. Ik heb het al dubbel. Nog niet geknipt. Maar ik dan ook nog een kaartje heb voor hier. Rekenen. Onder de doelen en dan het doel. Taal. En nog misschien week 1, blok 1. Ik weet niet of ik dat nog ga doen. Goedemorgen jongens, het is dinsdag. Ik had net eens mijn rode chenille trui aan. Ik weet niet voor wie mijn Primark shop nog heeft... Oh, wat batterij is bijna op. Voor wie mijn Primark shop nog heeft gezien. Even mijn oplader pakken. En ik kom er dus achter dat ik gewoon echt een hekel heb aan rood. Ik heb dat dus aan en zo'n glimmende rode stof. En dan heeft hij ook nog eens zo'n veehals. En ik vind dat dus helemaal niks. Dus veehals vind ik niks en rood vind ik blijkbaar echt niks. Ik word er gewoon... Ik heb dus echt dat ik zo geilig word voor een kleuren. Deze vind ik altijd net te groot voor je tweede gaatje. Hey Bobby. Ik heb net lekker met Bobby gespeeld en met Noah geknuffeld. En Ruben was vandaag ook... Noem je dat? Ja, wakker zeg maar. Meestal hoeft hij niet vroeg op, maar gisteren en vandaag ook. En dat is wel heel lekker. Dan zit je een beetje samen in dat ritme. In plaats van in je eentje. En ik vind het helemaal niet fijn dat het weer spijkerbroeken weer is. Want ik wil gewoon lekker met blote benen lopen. En dan zakt die broek weer de hele tijd van je kont. En dan vind ik dat gewoon heel irritant. Een horloge is trouwens echt een must als juf. Ik merk dat ik had gisteren geen horloge, omdat ik echt... Noah? Is dat handig nu? Dinsdag is trouwens zo chill, want dan hebben ze dus in de ochtend gym. En de collega zei van, oh dat is helemaal niet lekker, groep 4, want chaos. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker. Dus als ze boven komen, sta ik boven, zeg maar. En de gymjuf staat er gewoon beneden. Dan kan ik ze meteen door naar beneden sturen. Oeh, dat is wel fijn. Oh, deze is hier schattig bij. Dit is echt een goed verhaal. Hoe laat is het? Oeh, 1 minuut te laat. Doei. Oké, jongens, kinderen zijn naar gym. Kijk eens, ik heb deze even erbij gemaakt. Lekker vind ik dat hoor, om zo... Even rustig om de ochtend te hebben. Kijk, bord schoongemaakt. Ik wou sticker verwijderen, maar dat stinkt heel erg. Het zei de conciërge van, probeer dit eens. En hiermee krijg je het er ook af als je een beetje een schuursponsje gebruikt. Kijk, het bord ziet er weer wat schoner en netter uit. Cute, helemaal leuk. Oké, jongens, ik ben thuis van mijn werk. Ik weet niet of ik vandaag had gefilmd had. Heel moe. Trui aan, die ik misschien wil gaan verkopen. Hier heb ik gewoon maar eentje van kunnen kopen. Dat is heel fijn. Het is wel een best wel klein model. Dus hij is mooier als je hem wat kleiner maakt. Maar hij past wel. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Een hoge broek. En dit is echt niet normaal. Ik loop naar boven. Ik was naar de supermarkt geweest en naar mijn werk. Ik doe de buren open, die lieve buren. Zegt ze, hoi. Zegt de moeder, vraag even. Hou je van couscous? Ik zeg, ja. Dat is echt zo, daar word je van verlegen van. Want ik hoef niet echt. Ik heb helemaal geen zin te koken. Ik hoef niks of zo, maar ze zijn zo lief. Dus ik zeg wel tegen hun van, oh, hadden ze niet al geklopt dat ik het niet had gehoord of zo. Staat dat meisje, echt zo'n heel lief, mooi Marokkaans meisje, staat zo voor de deur. Met dit. En we hadden nog niet gekookt. Compleet gerecht. Hier zit vlees op, maar daar maakt me echt helemaal niks uit. Het eet Ruben lekker op. Dit is volgens mij een hele spitskool gemarineerd of zo. Pompoen nog. Dit vind ik lekker. Oh. Lekker. Jeetje, Mina. Krijg je gewoon avondeten opgeschoten. Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal? Niet normaal. En ik had een luchtje van Bobby Brown gegeven. En nu wil ik echt weer nog meer spullen geven, omdat ik het zo lief vind. Het zijn zulke lieve mensen. Echt... Ja, het is niet normaal zo lief. Wij zijn erg blij. Heel erg blij. Is dit de barber, denk ik? Of bleekselderij gewoon? Ik weet wat dat is. Bleekselderij? Die pompoen, joh. Het is zo... Als ik zeg maar groenten heb die gaar zijn, een beetje zacht, is het echt niet lekker. En dit is echt de hemel. Mijn vrouw weet precies wat ze doet. Dit zijn echt die goede gerechten. Zelfs gewoon die losse couscous, dit is echt mega lekker. Hallo katten. Wat zit dan? Nou, dat is voor mij een hele spitskool of zo. Ja. Maar het valt gewoon uit elkaar, zo het mals. Groenten, malse groenten. Kijk, helemaal genieten. Waar ben je dit aan te danken? Nu wil ik echt, ik zeg wel, ik wil echt geld geven of zo. Maar dat is natuurlijk weer een soort onbeleefd om te doen. Ja, nee. Goedemorgen jongens, het is vandaag donderdag.
Ik heb echt helemaal niks gefilmd gisteren in ieder geval. Dag voor weet ik niet. Oké, laat nu in de reacties weten. Als je weet wat er speciaal is aan de donderdag. Dan weet ik wie mijn trouwe volgers zijn. Wat zou ik zeggen? Oh ja, mijn plan is een beetje om 9:30 op te staan elke donderdag. Zodat ik 2,5 uur, ongeveer 3 uur, langer kan slapen dan normaal door de weekdag. Maar ik ben echt niet lekker. De Ruben ligt er ook nog voor. Die is ook al best wel lang een beetje niet zo lekker. Maar ik verbaas me dat ik zeg maar niet ziek ben geworden. Maar ik merk nu mijn keel. En ik had het echt nodig. Eigenlijk nog langer. Maar ik wil wel wat van mijn dag maken. Nu ga ik heel even iemand bellen die op de site dat besteld heeft. Heel erg jammer. Maar heel soms komt het dus voor. Dat hadden we laatst ook voor de eerste keer. Dat we iets hebben staan op nog 1 voorradig. En dat het er dus niet meer is. En dat is heel erg vervelend. Omdat je bijvoorbeeld hebt opgestuurd naar iemand of zo. Voor samenwerking. Of zelf hebt gedragen. En dan vergeet ik het bij te dingen. Dus ik ga haar nu even aanbieden of ze ze in het roze goud wil. Of dat ze de... Het gaat om de Stay Wild Tiger oorbellen in het zilver. Of dat ze de bijoorbellen in het zilver zou willen. Want ze heeft ook andere bijoorbellen. Of dat ik er geld terugstort. Maar dat proberen we natuurlijk te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren. Maar dan weten jullie dat ook. Dat dat nu ook 2 keer gebeurt. Dus ik moet echt eventjes in het weekend misschien een dagje even alle voorraden weer checken. Want soms haal ik voor de zekerheid maar eentje van de voorraad af om dit te voorkomen. Maar ja, dan ligt er weer iets zonder dat je het weet. Want dat hadden we weer met de bijenoorbellen. Zag ik dat we er nog 2 hadden. Dus ik ga haar nu even bellen. Maar ik bel dan dus met anoniem. Dus ja, nu zag ik ook dat er ineens, want we hebben 1 leopard jurk verkocht, dat er nog maar 1 is, staat er op de site. Maar we hebben er toch maar 1 verkocht, Ruud. Ja, zie je, dat is ook zoiets raars. We hebben nog een L. Dit is mijn ontbijt, koffie. Echt niet lekker koffie, maar ik heb het nodig. En een Modifest aardbeien shake. En meestal doe ik geen shake. Ik vind het gewoon niet zo lekker als je het gewoon in de fles schudt. Dus op mijn werk doe ik dan een reep, maar dat is evenveel calorieën. En ik heb nu die van Atkins gekocht en die waren ook in de aanbieding. Echt veel duurder. Veel minder lekker, maar er zit zoveel minder suiker in dan die Weight Care repen. En ik heb het idee dat het ook meer vult. Maar ik doe het nu al meer dan een week. Volgens mij ben ik nog steeds niet afgevallen, maar ik blijf het alsnog volhouden. Want ik neem aan dat het gewoon moet werken op een gegeven moment of zo. En het scheelt ook vet veel werk met eten maken. En ik merk dat ik nu een behoefte heb aan zoete dingen, omdat het al zo zoet is. Maar ik heb wel meer behoefte aan zout, maar dat heb je dan weer met avondeten. Dus ik blijf het gewoon nog even doen. Hoe leuk zijn deze? Dus nu, ik heb ze al een tijd, maar ik mocht er van mezelf nu eentje kiezen die ik ook mag hebben. Het zonnetje schijnt vandaag, maar het zijn natuurlijk wel koudere dagen aan het aankomen. En ik heb dus de bruine kleur gekozen. Maar we hebben dus ook een soort van best wel aparte kleur roze. Roze, donkergroen, grijs. Ik dacht, ik ga voor dit. Ik vind het altijd wel mooi bij mezelf staan. Het is echt heel leuk en ik vind het nog wel een beetje... Ik ga nu nog geen muts op doen. Het is nu niet koud. Maar gisteren had ik echt behoefte aan een muts en handschoenen. We hebben ook superleuke handschoenen. Waar liggen de handschoenen ook weer? Nee. Bobby, waar liggen ze? Hier liggen nog tasjes. Sjaals. Oh, de sjaals zijn zo leuk. Kijk dan. Deze. Deze. Zulke mooie dikke sjaals. Ik vind het best lastig om... Sarah heeft vaak wel mooie dikke sjaals, maar... Ik vind sjaals vaak een beetje dun en simpel. Hele leuke make-up tasjes. Echt heel leuk. Als je trouwens een item op de site hebt waarvan je denkt, Charlotte, kan je dat een keer laten zien? Zeg het vooral. Waar zijn nou de handschoenen, joh? Ik weet niet waar de handschoenen liggen. We hebben hele leuke handschoenen. Dit zijn alle haarbanden. Heel veel haarbanden nog. Deze zijn heel leuk. Heel veel zonnebrillen. We geven nu een hoesje bij elke zonnebril. Welke kleur vind jij mooi? Deze? Kijk, ze zijn echt geweldig. Ze zijn zo dik. Dit is een soort van leopard zwart. We hebben die ook in het bruin. Deze lijkt best wel erg op de cupcake sprinkle trui trouwens. Qua feeling. Maar die is er niet meer. Deze hebben we in het beige en het roze. Je ziet het niet goed. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Nou ja. Goeie foto zit op de site. Ik wil zo graag alles openmaken. Ik wil ook alles hebben, maar dat is niet verstandig. Ik heb ze gevonden, gelukkig. Kijk. Oké, dat is niet zo mooi, maar... Oh, er staat nog een arm op. Kijk hoe leuk ze zijn. Jongen, het is gewoon heet. Ik dacht het is een soort van koude dag met een zonnetje, weet je wel. Maar de lucht is strak blauw, er is geen wolkje aan de lucht. En nu baal ik, want nu ga ik dus binnen in een World Fashion Center zitten. En nu denk ik, als ik maar eerder weggegaan, had ik nu met Ruben wat leuks kunnen doen. Maar in principe is donderdag wel mijn werk... dag en niet een leuk doen dag, maar ja, dit weer is natuurlijk nu best wel uniek.
Volgens mij. Of wordt het nu de hele week zo? Ik weet het niet. Ik heb weer dit aan. Ik heb dit altijd aan het World Fashion Center. Nou, dan gaan we weer. Jongens, je gaat kapot van het World Fashion Center. Ik ga hier ook niet meer heen als ik daarna naar een event moet. Ik ben blij dat dat niet moet. En ik heb echt respect dat ik het vorige week gedaan heb. Want het is daar heet. Het hangt daar een soort van... Ik weet niet. Je wordt er heel erg moe van. Het kost heel veel energie. Ik heb heel veel gekocht. Echt heel veel. Even denken. Heb ik dat verteld van die truien? Nee. De cupcake sprinkle trui. Daar heb ik er 2 nog van kunnen kopen. Had ik verteld dat er nog 2 waren. Die waren er nu nog steeds. En nu mocht ik wel alleen die 2 opkopen. Want zij komen er anders ook niet vanaf. Niemand gaat alleen 2 truien inkopen. De meeste mensen niet. In één winkel kreeg ik water. Echt vet lief. Ik weet gewoon dat die blouse dingen vind ik heel chill. Maar dat vinden heel veel van mijn kijkers en kopers ook heel chill. Dus ik heb zoiets in leopard met geel. Klinkt lelijk, maar heel leuk. Zoiets in leopard met groen-grijs. En zoiets in leopard, maar dan lang. Hetzelfde, maar dan met donkergroen. En dat soort lange jurk. En dan heb ik ook heel veel leopard blouse-achtige dingen. Dan heb ik iets duurder, maar 2 nog mooiere zwarte blouse-jurk-achtige dingen gevonden. Daar heb ik er 3 stuks van, bedoel ik. En hele mooie, ja, misschien heb ik toch te veel, maar je moest dus 10 stuks. Ja. Heel leuk. Een soort echt wel meer jurkachtig leopard in 3 verschillende kleuren ook gekocht. Dus straks staat mijn hele site vol met leopard jurk dingen. Ik vond het gewoon heel leuk. Was dat het? Was het al? En een paar sieraden. En flink wat geld. Als Ruben erbij was, had hij gezegd niet doen. Hij wilde niet mee. Ja. Ja, ik dacht, 10 is veel. Dus dacht ik, ja, 3 per kleur zit ik al op 9, weet je wel. Dus. Maar ja, nu moet ik naar de Action. Ik ben dus helemaal kapot. Ik moet niet elke week hierheen gaan, hoor. Je vindt het leuk, hè, als er nieuwe dingen in huis zijn. Ik ben meteen wat foto's aan het maken. Maar ik dacht, dan kan ik natuurlijk veel beter ook meteen even vloggen. Het ook aan jullie laten zien. Het is veel leuker. Echt beeld. Kijk hoe leuk, jongens. Niet te lang aan besteden, maar kijk. Scherp worden. Ik vind het heel leuk. Ik hou hier heel erg van. Maar ja. Je hebt alleen een zilver. Hier maak ik even geen foto van. Want deze vind ik best wel duidelijk van zichzelf. Hoe die eruit ziet. Maar kijk. Stainless steel. Super mooi. Deze vind ik ook heel tof. In zilver. Die ring dus. En dit. Vind ik zo cool. Zo leuk. En dat je het in het echt kan zien. Want ik vind dit echt. Het is iets wat ik op de foto misschien niet zo tof zou vinden. Super vet. Ook verstelbaar. Heel leuk. En deze zijn van stainless steel. Even kijken. Ja, stainless steel. Dus dat is top. En deze doen we. Oh, ik vind ze nog leuker dan ik dacht. Echt een beetje denken aan vroeger of zo. Krijg ik het scherp? Die klikken heel goed dicht. Dit zijn echt van die oorbellen die gewoon heel goed blijven zitten. Ik probeer het scherp te krijgen. Kijk. Leuk! Oh, die zijn heel leuk. Ze zijn ook helemaal niet zo heel duur. Ze zijn heel leuk. Ik zei leuker dan ik had verwacht. Ze zijn echt leuker dan ik dacht. Super cute. Oh, heel leuk. Nou jongens, en precies toen ik de laatste foto had gemaakt, had Ruben gekookt. Was het eten klaar. Hij is de perfecte huisman deze week. Altijd. En ik de werkvrouw. Ik zou nooit huisvrouw willen zijn, denk ik. Ik zou er nooit minder dan 3 dagen in de week willen werken. Kijk hoe lekker. En we gaan nu even kijken of Expeditie Robinson erop staat. En de zon is er eigenlijk ook heel veel op het balkon zitten. Zonnetje pakken. Kijk dan jongens, dit. Ik heb Ruben een soort van verteld hoe je zalm moet bakken, maar dit had ik niet uitgelegd. Hoe heb je dat gedaan? Bakken. Hoe dan? Eerst heel hard en daarna langzaam? Nee, gewoon heel hard, maar gewoon alle kanten, onder op de huid heel lang. Maar het is niet meer rauw? Nee. Moet je kijken? Nee, ik heb het zelf niet. Het lijkt wel carpaccio. Ja, kijk eens. Zo moet zalm jongens. Als je van het witte krijgt, wordt het zo'n vieze visma. Hans Klok. Nu hoeft hij hem niet meer. Dit is iets aan veranderd. My Parcel sponsored. Valt het je wel, Bobby, dat je doos weer gemaakt is? En
Vindt hij mooier? Wel leuk, want ze hebben natuurlijk best wel een klein huis. Maar het feit dat ik een webshop heb, maakt hun leven echt beter. Want er dan heel veel spullen binnenkomen. Oké, okay, jongens. Ruben kijkt naar de kleding van Eel. Hij vindt het niet zijn smaak. Ik ben erg tevreden. Ik heb echt een onwijs goede jurk gevonden. Wat goed bedoel ik, hij is super mooi, super leuk en betaalbaar. In 3 kleuren heb ik hem gekocht. Ruben zegt, eeuw, alleen deze mooi. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het juist echt heel tof. Ik vind altijd meerdere kleuren van één een beetje tricky. Want als bij de cupcake sprinkle trui heb ik expres geen andere kleuren genomen. Want dan is die echt wauw. Ik vond die ook als enige echt heel tof. Als je meer koopt, heb je dat minder snel. Hier moet je van houden, maar ik vind het altijd wel heel vet. Dit is een wat kortere blousejurk. Deze ook wat korter. En dit is een beetje maxi. Dit is de leopard jurk in de maxi jurk variant. Even laten zien. Dit is echt als je, net als ik, houdt van super comfy. En ik dacht voor mensen die dat andere al een beetje te kort vonden. Wat degelijke lengte. En als je houdt van blote benen, kan je hiermee zelfs gewoon lekker met sneakertjes eronder of zo. Top deze. Dit is wel een, heb ik wel een XL trouwens. XXL was te groot. Dus hip. Toch het leopard printje, maar toch dat waar ik heel erg van hou. Comfy, geen stress, dat je buik zichtbaar is. Gewoon, dit zou je mij zeg maar heel vaak zien dragen in mijn weekvlogs. En nu is het dan van mijn eigen shop. En ook nog, ik was wel heel erg betaalbaar dus. Ik denk dat deze 35 is. Ja, super leuk. Soms vraag ik me af of het normaal is. Ik weet van Rebecca dat zij ook dit soort dingen leuk vindt. Bijvoorbeeld een lijnzaadje uit je cracker op de poot van je kat leggen. Om te kijken wat hij doet. Zijn wij normaal dat we dat leuk vinden? Hier. Pak het. Nou. Pak het. Je ziet het niet eens. Eet het lijnzaadje. Ik zie je niet liggen daar. Nog steeds niet. Hier. Bobby. Bobby. Bobby, lijnzaad. Jij houdt van planten, Bobby. Nou. Goedemorgen jongens, ik ben klaar om naar werk te gaan. Ik weet eigenlijk niet of het weer heel warm wordt vandaag. Ik heb deze weer eens een keer in. Schappig verhaal. Deze waren dus super populair. Op de webshop. Ik heb echt, nou ja, wel 10 mensen of zo die volgen van Charlotte. Wanneer komt hij weer? Nou, hij wil niet scherp stellen. Dus toen waren ze weer voorop bij de grote handel. Toen had ik er echt best wel veel ingekocht. En sindsdien heeft letterlijk niemand ze gekocht. Maar ja, live. Ik heb deze trui. Misschien wordt het wel heel warm, maar ik moet hem ook. Zo leuk. Waarschijnlijk als deze vlog online komt, is hij er niet meer. Ik word zo blij van deze trui. Ik wou dat ik deze echt nog voor altijd in mijn shop kan hebben. Hallo, de kinderen zijn naar huis. Ik ben echt niet lekker. Ik heb al aangegeven met de collega, laten we even vroeg doen wat we moeten doen. Want ik wil niet weer zo laat maken. Het is ook belachelijk hoe laat ik elke dag thuis ben. Misselijk, hoofdpijn, keelpijn, weinig energie. Is ook niet leuk hoor, voor de klas dan als je zo weinig energie hebt. Tablet, echt eergisteren uit de knoop gehaald. En nu weer allemaal in de knoop. En dit brandt allemaal rood. Dat betekent dat het het niet doet. Echt drama. En ze waren vergeten de helft in te pluggen. Dus heb ik even gedaan. En de klas begint steeds iets meer te hebben. Nog steeds best wel kaal. Maar zo ziet het er nu uit. En ik ga even snel koffie drinken. Of thee of whatever. Zo noem je dat, koffie drinken. Nou jongens, het is iets over 4. Ik ben thuis. Hoe laat is het? Het is helemaal afgekomen. Oh ja. Ik had vandaag geen... Ik kon die reep niet meer eten. Het is zo zoet. Ik eet nu een boterham met kaas. Weet je ook echt merken dat ik niet lekker ben? Dat mijn haar 1 dag na het was al vet is. Hebben jullie dat ook? Ja, maar ik normaal niet. De postbode heeft net 2 pakketjes in mijn hand gegeven bij mijn werk. Ik zag hem, hij zegt, ik kom zo weer even langs. Ik zeg, oh, geef nu maar. Oh, de leuke stickers zijn er. Kijk. Die passen heel goed bij combo. Zie je? Maar die zwarte vind ik mooi, hè? Mm. Wat ik het liefst wil doen is met van dat papier, wat ik ook bij perspakketjes krijg, inpakken en sticker erop. Ja, klopt. Maar ja, het probleem is dan, als het nat wordt, krijg je enorme plekken. Dat heb ik hier. Ja. Echt raar, maar ook heb ik niet voor het laatst gezien waarschijnlijk. Nu begint zijn pakketje heel mooi. Wow, wat is daarin? Ciao. Leuk, fashioneel.
Ik dacht even dat het pakket voor mij was, omdat het zo professioneel uitziet. Ik heb nu dus die echt. Ik dacht, hier een pakketje. Echt? Ja. Ik heb nu dus die NYX potlood, dus ik hoef nooit meer nieuwe, want die is perfect. Maar voordat ik die kreeg, kreeg ik een mailtje over deze. Toen zei ik die wil ik wel testen. En die is nu een paar maanden later, kreeg ik hem opgestuurd. NARS. Dus hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Die ga ik binnenkort ook even voor jullie testen. Denkbrauw potloden zijn echt het beste ever. Nu ga ik het pakket openmaken. Oh, ik wou nog een brief. Dat vind ik altijd een beetje eng. Wordt leuk om te editen dit. Ik kreeg complimenten over mijn trui. Niet normaal. Iedereen zei er wat van. Echt iedereen. Of iedereen die nooit wat zegt. Graag werkzaamheden in uw straat. Zie je dat je de Primarkast moest bewaren? Een pakketje. Een unboxing, live unboxing. Mag ik hem? Dat thumbnail. Live unboxing. Kobi. Kom nou. Kom. Hij komt niet. Hij is vervelend. Ja, hij moet komen. Zeg ik nieuwe kitten. Kobi? Nou, ik wil thumbnail. Oh, je het zo ziek zwaar. Hij is echt gestoord. Kijk, hier komt hij. Hij komt. Bobby? Nu. Oh, mensen denken dat wij dierenbeulen zijn, maar Bobby vindt het allemaal prima. Nog een pakket. Nu komen jullie nog lager te staan. Oh ja, heeft dat meisje nog steeds haar huisnummer niet gegeven? Hij was best wel vaak dat iemand zijn huisnummer vergeet. Ja. We hebben wel vaak dat iemand zijn huisnummer vergeet bij de bestelling. En dan kun je het dus niet versturen. Oh, hier. Eindelijk. Oh ja, Ruben. Je moet heel even in beeld je reactie geven. Ik ben heel benieuwd wat hij hiervan gaat vinden. Hij weet het niet. Ik heb het net bij Rebecca's Instagram al gezien. Oké, je moet heel even... Je moet even je first impression geven van dit. Alsjeblieft. Kom eens. Ik wil niet op tv. Ik wil je reactie zien. Kom dan achter mij op tv. Kom. Ja, ik heb er geen... Nee, maar jij weet het niet. Ik ben heel benieuwd hoe je reageert. Oké, okay. Dit is een perspakket. Niet openmaken. Hé, hey. Ding is toch of niet? Dat is Christina. Wow, mooie foto's, hè? Cool, hè? Ja. Zij is dus, dat wist ik niet, waar ze Secret Project. Staat ze gewoon bij NYX. Waar iedereen perspakketten van krijgt, staat haar hoofd gewoon op. Zij is model. Ja, ze is dus gevraagd een model te zijn. Wow, vet. Cool, hè? Kijk, jongens. Heel cool. Krijg je dus een perspakket van een bedrijf die mij vaak perspakketten toestuurt. En dan staat gewoon je friend op de foto. Dat is toch vet, nu, bizar. Nu voordat ik het door had, dus ja, zeg maar. Voordat je ziet niet meteen dat het zij is, want ze heeft ook ander haar. Ja, wel helemaal. Cool, hè? Hele mooie foto. Ja, nee, het ging ook niet om dit. Ja. Nu ga ik even kijken wat erin zit. Waarschijnlijk foundation. Oh, maar deze ken ik al. Dit zijn mijn lievelingsfoundations. Oh, ze staat model voor mijn lievelingsfoundation. Meestal, ik draag nooit meer foundation, maar wel als het weer winter wordt en ik heel wit ben, wat bijna gaat gebeuren. Dan gebruik ik altijd deep primer. En dan hebben we alle kleuren, denk ik, gekregen om te kijken. 05 is volgens mij mijn kleur. Oh, hier heb ik een hele voorraad van. Maar dan is die weer aangevuld. Superleuk, maar vooral heel leuk dat Chris erop staat. Nu het volgende pakket wil ik ook even snel, nog even snel nu doen. Even kijken. Wat is dit? Ja hoor! Okay. Ja hoor! Ruben vraagt gisteren aan mij, Charlotte, wil je bij de Action kijken voor een hangplant? Want deze was niet meer goed. Toen ging ik naar de Action, ik werd gek, ik kon niet vinden. Zij komt later wel. Kijk in de doos. Hé, hey, pannenkoekenplant. Wacht even, hier is een pannenkoekenplant. Dit wil jij. Dat is heel leuk. Ja, dit is heel leuk. Dit is precies wat je net gisteren wilde. Ja, enorm groot, maar hij is echt heel vet. Maar hij gaat eruit vallen of niet? Alleen deze, helaas, is voor in de gang kan hij niet. Want in de gang is het te donker. Nou, hier, dit mag jij hebben. Maar waarom hebben we dit gekregen, is dan natuurlijk de vraag. Kliniek! Het eerste pakketje eindelijk van Kliniek. Ik merk niet echt dat jij niet in mijn uitgevoerd hebt. Nee, ik voel me heel ziek. Traumatically different hydrating jelly. Echt? Wow, hele doos voor dit. Kijk, Kliniek is een van mijn favoriete merken. Dit ga ik testen. Maar als ik het vergeet te vertellen, moeten jullie me even helpen herinneren. Maar dit wordt getest. Leuk, heel veel leuke dingen. Nu gaan we even kijken wat voor sushi we willen bestellen. Ja, en één keer J45. J45? Ja. Naam, ja? Ja, is goed. Tijd, ja? Ja. Is goed. Oké, doei doei. Doei, doei. Normaal zegt dat het? Doei. Je
Jij moet flink geld hebben, want het is ook nog eens 85 euro voor het kattenvoer. Ja. Wat is het? Ik ga wel in mijn eentje, kan wel. In je eentje? Ja, kan wel, boeit toch niet, ik heb jij niet nodig. Mag ik even nu kippen? Dat hoef ik niet mee. Het is om 4:30. Ik ga toch wel mee, schatje? Ik wil ook een kipburger. Nee, je krijgt even kipburger. Het is weer gewoon even het moment om heel veel sushi te halen. Solliciteer even. Heel veel sushi. Gewoon weer wennen, de smaak. Mag ik het kontje? Mm. Ziet een keer dat jij ook gierig bent. Hé, hey, zitten er allebei in? Mijn twee favorieten, kijk. Wat zegt er? Ben je wel Nederlands in hier? Ja, dat zei je. Zij? Ze lijkt jong. En zij. Ze lijken best wel op elkaar. Ze zijn allebei heel leuk. Daar is onze baby aan het spelen. En hier de rode. Heel veel sushi. Maar dit is een soort marinade. Hij gaat eerst de prooi aanvallen. Noah, dan gaat hij altijd marineren met zijn tong. Nee, maar Bobby moet een keer leren niet onderop te liggen. Bobby doet meteen... Ik kom dat hij hem in zijn rug pakt. Als ik Bobby wel eens met zijn ding pak en iets te laag... Bobby is een verschrikkelijke aansteller. Hij blijft ook liggen, hij zou nooit wegrennen. Ik kan die haren vliegen. Dan kan je de hele dag naar kijken. Het is ook bij mij op het schoolplein. Heel veel mensen zeggen van, oh, dat is zielig. En dit hoort. Ja, maar weten heel veel mensen niet. Dit zijn twee katers. Ja. Die moeten altijd... Dit zijn net de jongens op het schoolplein. Nee, ja. Nou, hij staat gewoon met één poot op hem, hè? Ja. Bobby ligt altijd onderop als een vet op zijn hand niet kan bewegen. En dan gaat hij zijn poot, het is allemaal techniek dit. Maar dit is top, want mocht ze een keer nou buiten katten worden, ze komen een andere kat tegen. Dit zijn twee Kijk monsters. Kijk nou, Bobby. Ja, maar dit zijn twee Nee, Bobby is geen monster. Staart kwispelt ook. Haar. Jongens, als je onze oude vlogs kijkt, zie je dit dus toen Bobby dus ongeveer een maand oud was, hè? Bobby, doe eens een keer wat, maar ze altijd onderop te liggen. Ik ben net Bobby. Als iemand mij pakt, doe ik dit ook altijd, weet je wel? Mijn benen. Wow, hij is wel echt bang, Bobby. Nee. Hij vindt het nu wel genoeg geweest, nee, hoor. Nee, echt niet. Daar rent hij weg en daar toen rent hij weg. Wij vinden dit leuker dan de film. Het is zo leuk. Zijn benen wijd, joh. Ik zou hem ook willen pakken als ik nou was. Vervelend kind is het. Is gered, vriend. Ruben, ik wil een hele goede deal maken. Hele interessante deal. Ik zeg er nu al nee, joh. Ik krijg deze. Nee. Judo rol. En jij krijgt? Ik vind die game. Deze waar je niet doorheen kan komen met je tanden. Jongens, soms geven ze ons dus verkeerd gesneden of zo, een verkeerd deel van de zalm. Echt stom, dit kan je niet eten, je komt er niet doorheen. Oké, nu even de camera. Wil je die ruilen? Ik ga even eten. Wil je die ruilen? Nee, tuurlijk niet. Mag ik die dan gewoon hebben? Nee. Goedemiddag jongens, ik ben helaas echt ziek. Maar ik heb wel energie om met deze te spelen. Alles wat van hem is, ligt in deze doos. Kijk, alle speeltjes. Ik wil even vertellen dat jij vandaag weer de perfecte vriend bent. Mensen denken dus dat Ruben echt altijd de perfecte vriend is. Dat is natuurlijk niet helemaal de waarheid. Wel. Maar soms wel. Nu is het bij een kijk. Daar is ananas. Hij is ook nog steeds niet helemaal geweldig. Hij is letterlijk. Maar als ik vraag, wil je naar de supermarkt of hij gaat naar de supermarkt. Wil je wat meenemen? Dan mag ik ongeveer twee dingen kiezen die ik wil. En nu mocht ik alles wat ik wilde. Dit. Ik lijk altijd een beetje een soort van verwende prinses in mijn vlogs. En hij lijkt de perfecte boyfriend. Maar... Dit voor de thee met dit, alles waar ik zin in had. Honing hebben we nog, ik ga even gemberthee met honing en citroen maken. En het belangrijkste van alles, misschien is het psychologisch, maar het werkt bij mij altijd, dit. En ik zei tegen Rup, als ik gewoon veel make-up op doe, kan ik gewoon even voor het witte doek foto's maken voor de webshop. Maar hij zegt, je moet echt rusten. Ik haat nutteloos lagen, jongens, ik haat het. Ik haat het zo erg. Oh, dat ik ook nog vergeten te vertellen. Ik heb jullie wel een tijd terug een beetje verteld over Ruben's opa. Dat het wel slecht met hem ging, dat we naar hem toe gingen. En gisteren belt Ruben's vader. Of deze week al van, het gaat echt slechter. Zijn hart is nog maar 20% en ze doen nu niks meer, want het kan zijn hart niet meer aan. Ze belde Ruben's vader gisteren toen ik op mijn werk was van, Ruben, ik zou nog even naar hem toe gaan. Hier in het ziekenhuis. En toen heeft hij echt nog... Ik kwam in thuis stelde die ik heb echt grappen met hem kunnen maken, ik heb met hem kunnen lachen. Het is best wel een knorrenpot, zeg maar. Dat was wel heel leuk. Het is leuk, een soort van afscheid genomen en nu afwachten.
En toen ging hij gisteravond met Lisa naar de kroeg toen ik thuis was. Ze belde niet meer om 11 uur van mijn opa is om 7 uur 's avonds overleden. En gelukkig was de vader van Ruben was er niet bij, maar wel een andere zoon van zijn opa met zijn vrouw. En zijn vrouw zelf, dus Rubens oma was erbij. Zij is overleden. En het is best wel heftig. Hij belde me en dan word ik dus heel emotioneel, terwijl ik zijn opa helemaal niet vaak heb gezien. En dan denk ik altijd, niet jij nu emotioneel worden, het gaat niet om jou, weet je wel. Maar ja, ik vond het gewoon, het is heel mooi gelopen allemaal. Het feit dat Ruben hem nog gezien heeft en zo. Dus dat is ook weer iets wat erbij komt. En ik hoor Ruben nu bellen met zijn vader. En ik hoor vrijdag gezegd worden. Maar vrijdag werk ik natuurlijk. Kijk, stel dat ik straks moet muziek melden volgende week. En dan moet ik ook nog eens eerder weg voor een begrafenis. Maar ik wil wel gewoon naar die begrafenis toe. Ik bedoel, ik heb bijna 6 jaar relatie met hem. Dat is mijn familie. Nou, meestal begint het niet heel vroeg. Misschien begint het om 12 uur. Dan hoef ik maar 1,5 uur eerder weg of zo. Dus, ja. Ik hoop gewoon dat ik me niet ziek hoef te melden. Ik vind dat echt verschrikkelijk ziek melden. Vooral nu al. Je wil je echt pas ziek melden als het echt niet anders kan, weet je wel. Je wilt gewoon niet ziek zijn inzetten. Ik heb volgens mij vorige keer ben ik 1 keer een dag ziek naar huis gestuurd. Omdat het zo slecht ging. En 1 keer heb ik me ziek gemeld een dag. Maar niet meer ziek melden. Dus leerkracht is echt verschrikkelijk. Zo, even een goede pot met thee. Dit is echt een key. Honing. Hier citroen. Gember. En normaal doe ik groene thee, maar was op. Dus ik heb citroen thee gedaan. Zie je, op dit scherm zie ik er gewoon een beetje ziekig uit, maar niet... Ik kijk op de foto zo arrogant dat ik ziek ben. Ik weet niet hoe het kan. Ik ben het even aan het inladen. Ik heb eindelijk ontdekt hoe ik vanaf mijn mobiel kan klikken op het knopje. Dus nu kan ik het zelf doen. Ik begin wel echt koortserig te worden. Maar ik moet dit gewoon doen. Ik ben mogelijk echt het voor niks aan het doen. Ben. Ik begin echt heel erg heet te krijgen. En mijn ogen zijn op de foto gewoon dood. Hé. Hey. Nu zie ik mezelf hier ook. En de volgende, dit is dus weer dezelfde soort, maar dit is een meer, net wat langer model. Die andere valt een beetje zo en deze valt een beetje zo. Dus deze zou ook gewoon lekker zonder panty kunnen. En ik ga hem weer erop zetten en dan ga ik weer shooten. Oké, jongens, de camera laadde gewoon niet op. Ik was steeds aan het wachten. Was hij weer niet opgegaan en toen was het al donker. Dus ik heb alleen maar de 3 leopard blue shirken kunnen doen. En ik heb net de foto's bekeken, erop gezet en de 3 items op de site gezet. Als je het ziet is er een kans dat ze al weg zijn, want die gaan meestal wel hard. Dus je moet gewoon even op Instagram volgen als je op de hoogte wil worden gehouden van wanneer er nieuwe dingen zijn. Want op YouTube ben je vaak te laat. Nu ga ik even bij Ruben lekker zitten en even op Instagram zeggen dat er nieuwe items op staan. Ik voel me echt niet beter, maar ook niet slechter. Dus ik ben blij dat ik wel even wat heb gedaan. Ruben eet verrotte wortels. Ik heb fruit. Hoi jongens, ik ben het er helemaal opgemaakt. Ik kon nu deze jurk gaan shooten, maar ik heb hem aan. En hij is nog leuker dan ik had verwacht. En nu vind ik het echt leuk, want nu komen er echt dingen dat ik echt een beetje heb ontdekt. Wat ik wil en zo. Dit is echt precies, dit is echt wat ik in mijn shop wil. Dus even kijken. Kijken waar ik het mee zou dragen. Ik vind het zelf heel leuk met een huidskleurige panty of blote benen. Maar ik merk dat als ik niet... laat zien dat het ook winterproof is. Dat mensen dan denken dat het alleen zomers is. Bijvoorbeeld de Flower Girl Dress kan je makkelijk met een panty en boots dragen. Maar omdat ik daar blote benen heb. Ik zie wel dat ik vandaag weer een beetje een dik hoofd heb. Ik weet niet hoe. Moe of zo. Als ik daar dus blote benen heb, denken ze meteen van oh, dat kan alleen in de zomer. Deze is echt zo leuk. Hij valt dus over je knie. En we hebben hem dus ook in deze 2 kleuren. Okido. De zwarte blouse jurk vind ik echt heel leuk. Heel leuk? Ja, maar echt heel mooi dat ik hem aan had. Dat ik echt dacht van wow, je ziet er echt goed uit in dit. Ik heb deze ook maar meteen nog even een keer gedaan. Want ik vond op de foto's leek het alsof hij hier heel strak zat. Ik had hem heel strak in een soort rare broek gedaan die eigenlijk niet high waist was. En leek alsof je allemaal zo'n hele dikke buik zag. Terwijl het juist heel mooi afslankt omdat het lekker loesje zit. Deze is zo mooi. Maar ik dacht echt dat het hele mooie kwaliteit is. Oh, dat heb ik echt al 10 keer gezegd. Maar ik dacht het nu weer. Nu weer leeg. Dit is een test of mijn batterij weer leeg is. Vannacht is hij wel gewoon opgeladen. Zo irritant. Ik wil hier nu zo een video op gaan nemen. Test, 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 test. Oké, jongens, ga ik de week nog hierbij afsluiten. Ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. Ook als je het soms niet doet, zou ik het echt wel leuk vinden als je het nu wel doet. Want er zijn toch best weinig mensen die op leuk klikken. Terwijl jullie wel kijken. Dus het zou wel leuk zijn.
Ja, oké. Okay. Bedankt voor het kijken en ik zie je hopelijk bij een weekendvideo. En anders gewoon volgende week met een nieuwe weekvlog.